Hoezo negeer je me als ik je roep? Omdat ik even ga roken. Ja, maar we kunnen nu twee dingen gaan doen. We kunnen nu weer hele dagen zo gaan doen. Of we kunnen nu gewoon een keer normaal doen. Ik heb hier geen zin in elke keer. We hebben hier nog fucking 2 maanden. En hoe het hier buiten gaat, dat weten we niet. Dus als we er nog iets leuks van willen maken, dan moeten we dat nu doen. En niet elke keer dat pleurisgezeik. Weet je wat een beetje het probleem is, Merel? We moeten er wat leuks van maken wanneer ik jou uitkom. Maar wanneer je boos bent, dan kan jij niet praten. Ik wil er altijd wat leuks van maken, yes. En als jij wel wil praten, dan moet ik ook praten. Dat is een beetje het probleem. Het is een beetje geven en nemen, hè. En je kan niet alleen maar nemen in een relatie. En dan heb ik het niet over de dingen dat je wat voor me doet. Want je maakt ook wel eens wat eten voor me, je pakt ook koffie voor me, dus daar heb ik het dan niet over. Maar op het moment dat je een oneenigheid met elkaar hebt, dan zou je allebei een beetje water bij de wijn moeten doen. Het kan niet zo zijn dat je 2 uur na oneenigheid, dat een van de twee probeert een gesprek te openen en dat de ander daar niet voor open staat. Maar later lig ik een half uur al met mijn ogen dicht en dan in één keer moet er wel gepraat worden. Ja, dan komt het mij niet zo lekker uit. En dan uiteindelijk wordt het een opeenstapeling van dingen. Nadat je een discussie hebt gehad, als dan één iemand toenadering zoekt, en het is niet na 3 minuten, maar na een paar uur, dan moet je gewoon met elkaar kunnen praten. Ja, maar als ik dan woest ben, dan weet je, dat heb ik je vorige keer al verteld, als ik woest ben, het enige wat ik kan is onredelijke shit uitkramen. En dan praat ik liever niet. Nee, en dan kunnen we wel praten, maar dan scheld ik je voorop wat totaal niet eerlijk is. En dat wil ik niet. Maar we hebben het over een paar uur later, hè? Ja, maar als ik dan nog steeds boos ben, dan weet ik niet hoe ik dingen moet verwoorden, dan weet ik niet hoe ik iets op een redelijke manier moet zeggen, dan ben ik dan mee bezig in mijn hoofd. En als ik op dat moment een gesprek met je aanga, en dat geldt voor alles waar ik boos om ben, dan gaat dat gewoon niet. En dat moet bij mij allemaal even dalen of zo. Van wat is er nou eigenlijk gezegd? Wat vind ik daarvan? Wat moet ik daarvan zeggen? En dat wil ik op een zo eerlijke manier doen. Nou, ik heb met name gewoon het gevoel dat het alleen maar kan op het moment dat het jou uitkomt. Nou ja, zo kan dat overkomen. Ja, en dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar als ik boos ben, ja, dan valt er geen fatsoenlijk gesprek met me te beginnen, Jess. Echt niet. Dat kunnen we dan wel doen, maar dan loopt het alleen maar uit de hand. Ja, dus zit ik weer in de positie waarin ik dan moet gaan wachten totdat het jou wel uitkomt. Ja, dan je ziet het als uitkomen, ja. Ja, zo kan je dat ook bekijken, absoluut. Oké, duidelijk. Duidelijk, oké. Uitspraak. Ja, dan vraag ik me af wat we aan het doen zijn. Ja, maar dat is dan toch ook zo? Nee, maar het is altijd het einde van iets waarbij het niet de twist krijgt zoals jij het graag zou willen. En dan komen er hele onredelijke dingen uit. Ja, maar dat is het moment dat het escaleert. Ja, maar weet je wat dat is, Jessie? Ja. Dat is onmacht. Want het gaat alleen maar elke keer over hoe fout ik het wel niet doe en wat ik allemaal anders moet doen. Maar je mag ook best wel eens een keer naar jezelf kijken. Maar zodra ik daarover begin, word jij boos. Althans, dat gevoel heb ik dan. Dus Als ik het gevoel heb dat het niet bij mij vandaan komt, dan vind ik het inderdaad onredelijk. Want dan krijg ik allemaal verwijten naar mijn hoofd. Moet je kijken hoe je met je vriendin omgaat, allemaal dat soort dingen. Maar dat is indirect. Als ik vind dat het onterecht is, zet je me er nogal lullig op. Want je hebt het dan over hoe ik jou erop zet. Maar als ik dat onredelijk vind wat jij uitspreekt, dan zijn het nogal heftige uitspraken. Ja, maar dat is dan toch ook van beide kanten. En dan kunnen we wel urenlang gaan praten over hoe ik het anders moet aanpakken. En dat vind ik prima, want dat mag ook zeker gezegd worden. Maar wees dan ook niet te beroerd om naar jezelf te kijken en wat jij dan in bepaalde situaties fout doet. Want nu is het zo dat als ik over dat soort dingen begin, dat jij nog bozer wordt. Ik zou misschien anders op dingen kunnen reageren, maar de manier waarop jij het overbrengt is alsof je altijd alles goed doet. Maar dat is toch niet zo? Dat weet je toch ook? Nou, je bent er nog steeds niet mee eens dat je er anders mee om had kunnen gaan, toch? Ik heb op dat moment mijn punt gemaakt, zo duidelijk mogelijk. En het enige wat ik wilde... Maar snap jij wel wat me daar dwars zit? Bij je uitspraak, of niet? Je vindt me ondankbaar. Maar snap je waar dat vandaan komt? Nee. Ja, nee. Niet? Nee, ik heb het misschien iets botter gezegd dan dat ik heb bedoeld. Maar mijn boodschap is hetzelfde. Nee, je boodschap is helemaal niet hetzelfde. Oh, nou, dan doen we er niks meer mee. We kunnen het ook prima zelf. Is heel wat anders dan, oh, dat is niet de bedoeling. En we moeten vooral niet hebben dat het jullie dwars zit. Ja, maar dat dus ik neem wel eventjes contact op om te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Tuurlijk, maar dat is toch van, stap 2. Dan trekken we ons handen ervan af en dan we kunnen het ook wel zelf. Ja, dat als mijn droom in handen ligt van zo'n persoon... Nee, maar daar heb ik het nu niet over. Snap je wat je eigenlijk gezegd hebt en hoe je het ook had kunnen zeggen? Hoe ik het ook had kunnen zeggen? Ja, tuurlijk, er waren duizenden manieren. Maar op dat moment kies ik voor zo'n manier.
Ik schrik daar dan van. En ik wil absoluut niks te maken hebben met een of andere zakelijke relatiescheurtjes. Nee, zo snap ik dat je het zo kan verwoorden nu. Ja. En de intentie zal ook wel goed zijn, maar de uitspraak is toch kut? Nou, dan is de uitspraak kut. Maar het gaat om de boodschap en uiteindelijk begrijpt iedereen de boodschap. En misschien is de manier van communiceren waardeloos. Dat geloof ik best. Na uitleg snappen mensen de boodschap. Aan wie heb ik het uitgelegd dan? Nou, later heb je het toch uitgelegd, of niet? Aan jou? Iedereen reageerde toch hetzelfde? Ger had toch ook zoiets van, wat de fuck, waarom reageer je nou zo drastisch? Ja, maar andere mensen snapten het toch wel? Oké. Nou, ja, dan snappen alleen Ger en ik het niet. Hoezo, Ger snapt het toch ook? In het begin niet, toen je die uitspraak deed. Nou ja, en uiteindelijk wel, maar ik heb het toch niet uitgelegd. Trouwens, het maakt ook helemaal geen reet uit. Ja, yes, ik had het op 1000 andere manieren kunnen zeggen. Dat klopt. Weet je wat het is, ik irriteer me gewoon helemaal mateloos aan die drastische uitspraken. Hm. Het is altijd drastisch en er moet er altijd weer uitleg gaan, achteraf gaan. En dan is het weer anders bedoeld en dan kwam het weer rottig je strot uit. Maar je kan ook gewoon even een beetje opletten hoe je dingen uitspreekt. Ja, dat zou inderdaad kunnen. En dan weer net zoiets van... En dan vraag ik me af wat we aan het doen zijn. Ja, maar wat zijn we aan het doen? En dan moet ik je bevestigen. Nee, maar denk daar nou eens over na. Wat zijn we aan het doen dan? Je hebt hier nog 7 weken. Misschien gaat één van ons deze week wel naar huis. Misschien wel volgende week. Dan heb je nog een week met elkaar. En het enige wat wij lopen te doen is gezeik maken om het gezeik maken. Ja, zo zie ik dat niet. Ik zie het niet zeik om te zeiken. Okay, nou ik vind ja, het namelijk belangrijk genoeg om daar een discussie over te hebben. Alleen als we dat mag ook wel uit gaan komen, ja, dan kom je hier niet met elkaar uit. Dan ben je 2 andere mensen. Ik vond het vreselijk hoe je het zei. Oké, nou, dan is het geen gezeik maken om het gezeik maken. Oké. Dat is ook goed. Ik vind het wel bijzonder, Meer. Ik vind het wel bijzonder dat je mij verwijt dat ik wegloop en dan loop je... Ja, maar Jess, kijk, we kunnen hier nu gezeik gaan maken om het gezeik maken. Het enige wat ik wil is dat we het verdomme leuk hebben. En natuurlijk mogen we discussies hebben, maar ik wil gewoon dat het kap dat we elkaar lopen af te vallen waar iedereen bij is. Ik ja, wil dat gewoon niet daar, hebben. Dat zet jij net voort, hè? Besef je dat wel? Wat zet ik net voort? Eerst zeggen we tegen elkaar, nou dan zijn we het niet met elkaar eens. Nou, en dat is oké. Je kan het niet met elkaar eens zijn. En dan hadden we het voor de rest. Ja, we hebben het tegen elkaar uitgesproken. We zijn het niet met elkaar eens. En dan is het een paar seconden stil en dan moet weer die sneer komen. Dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Ja, omdat dat niet mijn manier dat is. Dat is uiteindelijk. Nee, dat is niet jouw manier. Dat klopt. Maar in een relatie heb je minimaal 2 mensen. En als we het niet met elkaar eens zijn, ja, dan zijn we het niet met elkaar eens. Maar om dan uiteindelijk na een paar seconden stilte, nadat het eigenlijk, ja... niet perfect is, maar ja, je bent het niet met elkaar eens. Nou, dat kan gebeuren. Om dan weer te zeggen, dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Dan zet je gewoon weer een ellende voort, eigenhandig. Ja, maar dat is niet iets waar ik om vraag. Er komt toch ook geen conclusie uit van, oké, we zijn het niet met elkaar eens, maar het is goed zo. Nou, jouw hele houding verandert. Dan zijn we het niet met elkaar eens, ja. En nadat je dan dat soort dingen gaat zeggen, ja, dan denk je, ja, wat de fuck ben je nou weer aan het doen? Dat zijn weer die drastische dingen. Elke keer moet last minute. We hebben het in bed ook 1000 keer gehad. Dan is het 1 minuut of 5 stil. En dan in 1 keer komt er weer een rare uitspraak. Ja, omdat ik wil dan... dat is denk ik onmacht. Omdat ik dan gewoon zo'n situatie niet wil. En dan probeer ik een gesprek aan te gaan. En dan kom jij weer met een of andere uitsmijter. En denk van, nou ja, oké, het zal wel. Maar dan komen we er niet uit. Maar dat wil ik dan wel. Want wat ik zeg, ik heb geen zin in gezeik. En helemaal niet over dat soort dingen. Dus de strekking in dit soort situaties is dat jij graag wil dat het goed komt. Maar dan kom ik met een rare uitspraak en is het niet zo. Nee, je luistert helemaal niet. Ik zeg toch dat het onmacht is. Ik wil er dan graag uitkomen. Ja. Maar we komen er dan voor mijn gevoel niet uit. Ja, dat kan ook. Zo merk ik het ook. Dat we er meestal niet uitkomen zijn. Nou, dat vind ik dan gewoon helemaal kut. Ja, dus moet het dan erger gemaakt worden door dat soort uitspraken. Ja, dat is misschien onnodig. Maar ja, ik vraag me dan wel af, want waar zijn we dan mee bezig? We komen er niet uit, maar we doen er ook niks aan om het wel weer goed te krijgen. Dan gaan we het allebei verslechteren. Ja, we zijn er gewoon anders in. Jij vindt dat je genoeg hebt aan...
Yo. Nee. Gary, moeten wij geen muziek uit gaan zoeken? Ja. Ja, we hebben haast. Mhm. Oké. Trey. Zouden wij zo meteen, ik ga even roken, even een half uur de DJ-set mogen? Gaan we even wat voorbeeldjes uitzoeken voor het nummer? Ik ben echt net bezig. Ja, we hebben wel een beetje haast. Daar moet vandaag een begin gaan maken. Oké. Ja? Ja. Thanks. Maar dan wil ik het ook de volgende keer als ik wil, dat ik ook gewoon kan. Ja, als je ook haast hebt. Normaal zou ik het je nu niet vragen. Maar we moeten zo meteen Bram gaan bellen en dan willen we wel al een beetje een idee hebben wat we willen doen. Oké. Ja, maar dan ik ook. Poeh. Je kijkt niet zo blij. Nee, ik ben fucking geïrriteerd. Waarom? Normaal. Niks. Als ik iets kan doen, you let me know, hè? Ja. Weet je? Komt. Het is koud, hè? Ja. Mijn nek is ook warm, maar dat voelt koud aan. Ja. Niet best. Dag kapitein. Hallo Gerrit.
Wat ga je nou weer in bed liggen? Nou, die tijgerbalsem... Ik heb één belangrijk ding te doen. Die tijgerbalsem moest nog even heen werken. Wat een gelul. Echt slappe ouwe hoer. Ik heb checkie voor je gedraaid. Je kan de hele dag op bed liggen, maar laten we eerst even Bram contacten en even uitzoeken hoe we het voor ons zien. Dan kan hij bezig. En dan kan je daarna de hele middag even... Blackmail. Nou ja. Yes, jij bent zo perfect. Nee, dat zeg ik niet. Halleluja. Halleluja. Die weer. Andrea is dat toch? Ja, maar ik had er al gevraagd of we erachter kunnen. Ik kan je ook niet echt iets kwalijk nemen, want je houdt van alle vrouwen. Ja. Ook van jou. Jij bent ook vrouw. Ja. Och, jongen, ik ben gelijk kapot chagrijnig. Waarom? Nou, omdat ik last van mijn nek heb. Hou in mond en ga slapen. Het werkt. Ja. Ik vroeg aan André of we erachter kunnen, omdat het belangrijk is dat we het zo snel mogelijk gedaan hebben, zodat Bram bezig kan. Wat zei ze? Ja, maar dan de volgende keer, als ik er naar achter wil, dan moet het ook kunnen. Ik zeg, ja, als jij dan ook een deadline te halen hebt, als je ook haast hebt, dan is dat prima. Mm-hmm. Half uurtje? Ja, denk ik zoiets. Misschien 2,5, maar ik weet niet zeker. 2,5? Wat is 2,5? Uur. Ja, dag. Half uur. Hey Andrea, dankjewel hè. Graag gedaan. Volgende keer als ik ook een afspraak maak met tijden, dat ik dan ook nog 3 kwartier wacht, dat verwacht ik dat ik dan ook gewoon gelijk kan. Als je nog 3 kwartier wacht? Ja, de laatste keer toen je met Merel aan het oefenen was. Toen zei ik toen, ja, daar was jij niet bij. Maar toen had ik met Merel afgesproken, oké, 30 minuten. En uiteindelijk heeft ze 3 kwartier langer doorgedraaid. Omdat jullie nog niet klaar waren. Meen je niet? Ja. Meen je niet? Nou, wat ik net tegen je zeg, als je een deadline te halen hebt, dan mag je er altijd bij. Maar daar gaat het toch niet om? Ja, als we nu niet een afspraak hadden en moeten zorgen dat we zo snel mogelijk muziek aanleveren omdat we een deadline te halen hebben. Nee, maar als je een afspraak maakt van een half uur. Als je een afspraak maakt van een half uurtje en het wordt later 3 kwartier. Maar je zegt net dat je dat met Merel hebt afgesproken. Ja, klopt, maar ik zeg nu gewoon tegen jou. Moet je dan niet bij Merel zijn? Ook, ja, maar jij was erbij toch? Ze is boven in de silo. Jij was erbij toch? Ja, bij het maken van een afspraak.